kijkers van TDW, welkom bij weer een nieuwe Shotgunweek, dag nummer 5. En die gaan wij lekker spelen weer met de shotgun op MW3. Ik heb vandaag gekozen voor een andere shotgun en ik heb ook gekozen voor een andere game. Want ik was begonnen met MW2. Vandaag, kijk, dat is lekker. Ik was begonnen met MW2 vandaag, maar ik dacht, what the fuck is dat? Alleen maar hacklobby's. En daar had ik geen zin in. Ik had zo'n 15 potjes gejoined ofzo, als het niet 20 waren. En ik werd alleen maar gekilled. Nou, ik word geraakt van achter. Ik wacht de hele 4 op hem. Even kijken hoor. Maar alleen maar hacklobby's en dingetjes. En ik had er gewoon geen zin in meer. Ik denk, ja, ik blijf zoeken. Ik hoor iemand. Dus ik heb hem eruit geknald en ik ben gewoon begonnen met MW3. Heb deze spas opgepakt. En ik ga er nu wel lekker mee. Nee, natuurlijk een camper. Ik wil, waarom jongen, 5 streak en natuurlijk weer een camper. Ik speel free for all, terwijl ik genijfd word. Ook zo fijn. En kijken of we hier een leuke streak mee op kunnen bouwen. En of we hem überhaupt kunnen winnen. Ik laat jou daar maar staan. Een gozer die rent hierheen. Ik heb een hitmarker en daarna een kill. En dan ga ik even luisteren of er iemand komt. Nee. Oké. Dus ik dacht, ja, MW2, ik heb het wel gevraagd, maar echt serieus alleen maar gedoe en gezeik. Daar had ik gewoon geen zin in. En MW3 vind ik heel erg leuk weer om te spelen de laatste tijd. Eigenlijk misschien... Oh, kut, ik ga liggen. Oh, dat is nice. En die is ook nice. Kijk, dat is lekker. Gaan we weer op een 5 streak. En dit keer hebben we hier geen camper zitten die mij kan killen. Dus gaan we hier naar beneden. Even kijken, wat gaan we doen? Hier naar boven. Dan pakken we die. Hebben we hardline. 6 kills. Officieel zou het betekenen dat ik nog een MOA kan halen. En... Nee, nu niet meer. Ik was geflasht en ik deed mijn best, maar dat ding schiet niet zo snel dat ik er een hele hoop mee kan doen, zeg maar. Ik moet het doen met datgene wat ik heb. Jou pak ik even in je rug omdat je je care package daar had neergegooid. Geen probleem, hier zit er ook eentje. En die killen we. Hebben we gewoon weer stalker. En dit zijn wel echt fucking noobs, ik pak ze redelijk makkelijk op. Vind ik ook helemaal niet erg. Trouwens, die care package heeft hij niet kunnen pakken omdat hij daarboven zit op dat, wat is het? Arc de Triomphe-achtig dingetje hier zo. Oftewel gewoon een poortje. Hitmarker en daarna ga ik meteen door die M16. 15-4, ik maak ze helemaal naar de kloten. Er zit volgens mij weer iemand daar te campen. En die zal ook blijven zitten, dus dat is geen probleem. Want die pak ik dan zo. Heerlijk. Geen campers in mijn gameplay. Lul. Eén keer mag het, daarna niet meer. Oké. Gaan we door hier naar rechts. Morgen komt ook denk ik gewoon een Modern Warfare 3 gameplay. Oeh, kijk, dat is een long shot inderdaad. Dat vond ik wel leuk om te gebruiken. Die met een jump shot. En dat ding dat gaat niet af, omdat ik natuurlijk die streaks heb, stalker. En ondertussen lekt die hele eventjes een momentje. Gaan we even kijken, volgens mij zit hij beneden. Als ik... niet geflasht wordt, want anders kan ik niks. Gewoon hier blijven liggen. En dan een hitmarker en nog een hitmarker en de derde die heb ik. En die pakken we ook op. Heerlijk, your weapon rank has increased. Dat laat weer zien hoe weinig ik met shotguns speel. Hoewel ik deze best wel leuk vind. Best lang shot, weer 6-3. Net geen specialist, weer 21-5, terwijl de tweede op 7-5 staat. Jongens, dat is best netjes, moet ik eerlijk zeggen. Nou, vooral omdat ze ook gewoon echt slecht zijn en deze, ja, ik moest kiezen, één of de ander. Dus ik koos de verkeerde, even kijken of er iemand zit. En er zit iemand. Gewoon even een stuntje gooien, weet je, dan blijft hij hangen. En dan pakken we hem op. En dat was hem waarschijnlijk ook. Nee, en dan pakken we hem op. Hij denkt daar te campen, geen probleem. Dan kill ik je helemaal gratis en voor niks. En volgens mij heb ik de gameplay alweer bijna gewonnen. Even kijken hoeveel punten heb ik. 1150. Dat zou betekenen dat ik op 24 kills zit. Oh. No. Is echt.
23 kills. Oh ja, dat klopt natuurlijk. Ik miste hem. Lekker voor je. Nu 24 kills. Ik miste die ene. Omdat ik... toen ging ik aimen downside. En toen was het helemaal over voor mij. Maar ja, het was natuurlijk wel weer een camper. Echt, het is niet normaal. En ja, ik mag snijpen wat je wil, maar je gaat me toch niet raken. Ga even hier naar achter. Ja, net overleven we. Kijken of we achter hem of bij hem in ieder geval kunnen komen. Hier, check ze hier staan. Of check ze hier staan zitten. Check ze hier gewoon zitten. Ik denk als ik een silencer erop had gehad, dan had ik sowieso die mob wel kunnen knallen. Weet je hoe makkelijk ze zijn? Dat is echt niet normaal. Maar we zitten alweer bijna. Oh, daar zit een sentry gun. Ik pak er jou even op. Wat een powerbase. Ik denk dat ik dit op dit moment de beste wapen vind die ik het beste shotgun waar ik mee gespeeld heb. Of ik begin het echt gewoon te leren. Kijk, 29 kills. Doen we een rondje. Doen we nog een rondje. Dan gaan we twee keer heen en weer. En dan word ik genaaid. Oh, sorry. Maar die moest echt even. Die moest echt even. En, nou, fuck de tyfus. Waarom word ik nou weer genaaid? Sorry. Oké, dit is echt stom. Nu heb ik echt zoiets van, waarom heb ik hem gedaan? Ach, weer. Ik denk, ik probeer het mooi. Kijk, en dat krijg ik altijd. Doe ik altijd een free-for-all. Op het moment dat ik zo ver voor sta, dan ga ik die tijd rekken door domme dingen te doen. En vaak lukt het uiteindelijk niet eens. Maar we rennen die gozer achteraan. Want die heeft ook een shotgun. En ik hou niet van shotgun, zei ik. Stun. En, hoe kan hij mij nou hebben? Hoe kan hij mij nou hebben? Oké, nu begin ik gewoon echt te fucken. En blijkbaar kan ik gewoon geen mensen trollen. Zie je, dit lukt maar niet. En dan ga ik weer 29 of 12. En nu heb ik een hele hoop kijkers voor. Oké, ik ga nu gewoon iemand killen. Ik ga nu gewoon iemand killen, tenzij het echt een meest logische troll situatie wordt. En dat was hem. Oké, dit is geen troll, maar alsnog. 30 om 12. Ik had hem veel eerder kunnen killen, maar dat maakt niet uit. Het was een leuke video, vergeet niet te liken en ik zie jullie tot morgen. Morgen sowieso. Misschien vind ik het ook nog. Hè? Doei doei.